We horen er momenteel misschien even wat minder over, maar onder veehouders leeft het blauwtongvirus nog steeds volop. Zeker nu het voorjaar voor de deur staat en er nog geen vaccin beschikbaar is, heerst de angst dat het virus binnenkort weer massaal zal toeslaan. Die angst voelt ook Wilbert Verriet uit Kekerdom. Nou, ze gaan heel erg kwijlen, omdat zeg maar, de speekselklieren raken geïrriteerd. Ze krijgen hele dikke opgezwollen koppen, de oedeem, dus vochtvorming zeg maar. En dat komt eigenlijk door de ontstekingen in de bek. Ze worden sloom, ze eten niet meer, omdat het gewoon te pijn doet om te eten. Dat zijn eigenlijk allemaal symptomen waar je op moet gaan letten. En dan is er maar één ding, is eigenlijk het schaap naar binnen te halen en onder de pijnstillers zetten. Toch lijkt er hoop in zicht. Volgens Verriet komt er een vaccin voor de schapen, maar die kan niet te lang op zich laten wachten. Die epidemie is gestopt omdat het weer kouder werd, maar hij komt daar gewoon weer terug als het warmer werd. Dus die knutjes die zijn nou sloom en zitten ergens onder de grond in de modder. En die komen dadelijk als het warmer wordt, komen ze aan voor de dag. Dus mei, juni staat ons wel wat te verwachten als we niet kunnen enten. Want je moet twee keer enten, maar met een tussenpoze van drie weken. Dus ja, het moet er gewoon zeg maar april, eind april moet gewoon die entstoffen zijn. Willen we het willen voorkomen en tegenhouden. Totdat er een vaccin is, hebben de meeste boeren geen andere keus. De schapen ophokken. Zeker nu het buiten weer warmer wordt. Nou, de schapen waar we hierbij staan, die ga ik binnenhouden. Twee dingen. Die knut waar ik toch wel veel gezien heb, dat de mensen die in de afgelopen periode opgestald hebben in de herfst, toch niet zo zwaar getroffen zijn als de andere bedrijven waar ze gewoon buiten bleven. Dus ik denk dat ik ze binnenhoud. Dus het liefst heb ik dit ook gewoon buiten. Want schaap, lammetjes zijn kuddedieren, zijn buitendieren. Ze moeten gewoon eigenlijk naar buiten. Maar ja, het is niet dat ze zomaar voor alles maar naar buiten gaan en ik ze dadelijk ziek allemaal op stal heb staan. Dan kan ik ze beter nu binnenhouden en wachten tot de vaccinatie er is. Het blauwtongvirus is sinds het najaar een officiële epidemie. In heel het land is het inmiddels verspreid. Verriet heeft het er lastig mee. Hij ziet zijn kudde schapen het liefst allemaal in de wei lopen. Dit is mijn hobby en mijn lust. Ik wil niet dat dit allemaal dadelijk met blauwtong doodgaat of zo hartstikke ziek wordt en in een lijdensproces komt. Je ziet gewoon bij collega's die daar zeg maar in Noord-Holland zaten, dat gewoon de helft tot 75% van de kudde doodgaat. Ja, als dat hier gebeurt, dan ben ik klaar. Dan kan ik stoppen. Het is een kuddedier, dus je moet hem in een kudde houden. Alleen schaap is niet blij.